Dat asielbeleid, hè? Dat blijft toch een puinhoop ook, hè? Dat is een chaos. Dat is werkelijk met geen pen te beschrijven, vrienden. Ja. Want als je dat nu even bekijkt, gewoon hoe dat nou allemaal weer gaat. Ze hebben het zo slecht geregeld allemaal. En bij ons houden die instroom, die houden ze niet tegen. En aan de achterkant weten ze absoluut niet wat ze ermee aan moeten. Nee, maar echt geen idee, nee. Dus wat hebben we nu weer? In Ter Apel, ja, daar is dan paniek. Ja, hè, dat weten we nu al een paar jaar. Paniek, het dreigt weer vol te lopen. Ja, hoe is het mogelijk? En dan moeten ze dus in paniek. Een aantal van die mensen, weet ik veel, 100 of 150. En die worden dan in één keer, hup, heel snel naar Den Haag gebracht. En die stoppen ze dan in een hotel in Kijkduin bij de zee. Nou, en mensen die... Ik snap dat wel, dat in paniek allemaal moet gebeuren. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar ja, dat is alleen maar omdat je afgerekend wordt op je gepruts en op je geblunder. En dan krijg je dus dit soort rare dingen van. En het gevolg daarvan is dat mensen echt helemaal uit hun dak gaan. Moet je de social media zien. Mensen woedend, gewoon woedend. En dat begrijp ik dan ook. Dat begrijp ik helemaal. Want die mensen zeggen, nou maar gaan die mensen in een hotel. En dan gaan ze snel zitten googlen wat een overnachting kost daar. En dat is €108 per nacht. Ja, en waarschijnlijk betaalt de overheid veel minder. Maar goed, 108 zeggen ze dan. En mensen die het dus financieel heel moeilijk hebben en die werkelijk elk dubbeltje zitten te krabben om te kijken of ze nog wat kunnen eten in de week en of ze de energie kunnen betalen, die zien dat dan allemaal gebeuren. En die kunnen dat dan totaal niet verdragen. En dat is dan toch ook... Ja, zo zit het dan in elkaar. Ja. En dan vinden ze het gek dat Wilders wint.